Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik zie de eerste kijkers alweer binnenkomen. Gezellig. Leuk dat jullie weer mee gaan kijken. Nou, op de dinsdagmiddag ben ik er altijd om jullie nieuwe spulletjes te laten zien. En ik wil ook even een beginnetje gaan maken aan een leuk mini-albumpje. Maar eerst even mijzelf opzoeken. Kijken of ik alles kan vinden. De reacties kan lezen. En of jullie mij kunnen vinden. Ik ga even de iPad weer wegzetten. Hij moet deze keer even aan een snoertje. Dus ik moet even een beetje puzzelen. Het past allemaal net. Zo. Nou, dat staat weer. Dat is klaar. Nou, de eerste zijn er alweer. Gezellig, leuk allemaal. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal van de nieuwe producten gaan vinden. We hebben dus nieuwe producten binnengekregen van Ciaobella. En Ciaobella is een Italiaans merk en daar hebben wij al wel meerdere collecties van. Ook rijstpepers hebben wij er al wel meer van en die wil ik jullie eventjes laten zien. Want er zijn vanmiddag dus weer nieuwe binnengekomen. Nou, jullie weten wel, of nee, zijn niet vanmiddag binnengekomen, maar ik wil ze vanmiddag laten zien. Rijstpepers, daar werk ik heel erg graag mee. En dat weten jullie uiteraard wel. En hoe je daarmee werkt, ja, dat heb ik al in meerdere filmpjes laten zien. En er komen zeker ook nog meerdere filmpjes voorbij. Dus de werkwijze laat ik nu eventjes niet zien. Voor degenen die het niet kennen, zoek even een live filmpje op van de rijstpepers. Dan ja, kun je precies zien hoe het werkt. Nou, dit is een hele gave, die hoort in de serie Modern Times. En ja, dit is voor allerlei stijlen eigenlijk goed te gebruiken. Echt superleuk. De rijstpepers zijn €1,99 per stuk en ze zijn op A4 formaat. Deze hoort ook in de serie Modern Times. Die is toch ook gaaf. Je kan ook zeggen van, nou weet je, ik pak bijvoorbeeld een keer echt zo'n complete pagina. Ik doe hem op een A4 velletje. En ik ga er nog wat structuur op aanbrengen met mask stencils. Leuke tekst erop. En je hebt in principe al een art journal pagina klaar. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Deze dingen kun je ook gaan gebruiken op kaarten. Het hoeft niet alleen in art journal pagina's. Rijstpepers zijn prima te combineren voor kaarten. Nou, deze met die plaatjes. Ik vind hem echt super tof. Dit jochie ook, dat is toch gewoon cool. En deze ook. Oh, hier heb ik gelijk een idee mee. Dat, die gaat wat mee gebeuren. En die andere trouwens ook. Deze ook. Oh, als ik een doosje tijd had, komt hij weer aan, hè. Deze ook. Hier heb ik ook een heel gaaf idee mee. En ik denk dat ik hem inderdaad zelf ook gewoon op A4 ga doen. Klein beetje tekst erbij, want ik weet de leuke tekst die ik erbij ga doen. Ik zie deze pagina al voor me. Maar ja, eerst even andere dingen die voor moeten gaan. Nou, dit is een hele gave met bloemen. Ik vond die kleurtjes ook gewoon zo mooi. Ik heb al wel eens eerder een kaart gemaakt met rijstpepers. En aanstaande zaterdag hebben wij een demodag in onze Mindful Art groep. En dan ga ik ook met de nieuwe rijstpepers uit mijn eigen lijn, ga ik daar een kaart mee maken. Dus Greet Spijker, je wens wat aanstaande zaterdag vervuld. Kijk, deze is ook gaaf met die vogel erbij. Oh, die kleurtjes ook. Het is gewoon superleuk. Deze ook, richting de zomer. Voor echt een beetje, ja, kan je een mooie pagina maken met een beetje geel tintjes erbij, een beetje rood erbij, een beetje groen. Het is echt super gaaf. Nou, deze ook. Ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. Dan komt er gewoon weer keuzestress waar je mee moet gaan beginnen, hè. En een zeethema, daar ben ik ook helemaal wild van. Ook erg mooi. The Sound of Summer.
We hebben ook van een... oh nee, deze hebben we al iets... Hebben we geloof ik al een keer eerder gehad. Dit is ook echt gaaf. Oh, ik hoop dat het zo doorgaat. Want ik zie dat ik zelf eventjes vertraging heb. Even kijken. Zien jullie mij nog wel of ook niet meer? Nou, hier zie ik alles wel goed. Dan ga ik eventjes mijn... Nee, iPad pakt hem ook weer. Nou, ik zag dat Jeanette dat gisteren ook had. Ik heb nu weer blurry beeld bij mezelf. Dus ik ga even mijzelf weer opnieuw opzoeken. Even kijken hoe ik dat ga doen. Nou, volgens mij moet het nu weer goed zijn. Deze hebben we nog. En dan hebben we deze met die kaartjes. Dus dat zijn de rice papers die nieuw zijn. Nou, ik had het denk ik zelf eventjes op mijn iPad. Ik zie het nu wel weer goed, dus gelukkig. Nou, de rice papers gaan aan de kant. En dan kunnen we de leuke papiertjes gaan pakken. Dan moet ik eventjes... Zo, dat zal weer even gaan schitteren in beeld. Ik ga beginnen met de Modern Times. En de Modern Times is een hele leuke voor vintage kaarten. Eén paperpad kan ik niet laten zien, want die is helaas al uitverkocht. En daar hadden we ook heel weinig van binnengekregen. Die kon ik niet meer bestellen. Dus dat is eventjes helaas. Nou, ik ga deze even... uit de verpakking halen. Snel het schitteren weg. Ik heb geen tijd gehad om dat van tevoren te doen. Dit grote paperpad kost €11,50. En daarin zit 12 vel dubbelzijdig designpapier. En het is 190 grams papier. Nou, jullie zien nou wel, dit is de cover. Maar de cover heeft hele mooie plaatjes voorop. En die kun je dus allemaal gebruiken in je album. Of waar je het ook voor gaat gebruiken. Ook aan de achterkant, op deze strook waar zeg maar hier de voorkant is. Je kan zeggen van, ik wil die kleine plaatjes gebruiken. Of je kan zeggen, ik gebruik deze leuke elementen. Dus de voorpagina niet weggooien, gebruiken voor je creaties. Dan hebben we deze gave pagina. Oh, dit is echt heel leuk. Het merk is van Ciao Bella. Nou, hele mooie steentjes erbij. Deze is ook mooi. Nou, dit is ook wel echt een hele toffe lijn. Ik ben blij dat we die besteld hebben. Nou, en dit kan je natuurlijk ook voor andere lijnen gebruiken. Als je bijvoorbeeld een keer een lijn hebt waar je iets neutraals bij wil hebben. Kan je ook zeggen van ik ga mixen en matchen met de lijnen. Je hoeft niet alles altijd binnen één lijn te houden. Zoek gewoon zoals jij het zelf leuk zou vinden. Deze is ook gaaf. Oh, dit is wel... Ik denk dat we eventjes Jeanette lief aan moeten kijken. En dat hij hier maar eens eventjes een pakketje mee moet gaan maken. Een pakketje van Jeanette, denk ik. Deze ook Movie Tonight. Ik vind hem echt leuk. Ja, het past inderdaad ook prima bij het rice paper. Dan hebben we deze nog, de Director. Hele leuke plaatjes om allemaal uit te gaan knippen. Met deze aan de achterkant. Nou, ik ga eventjes kijken of ik mijzelf weer opnieuw terug kan gaan vinden. Want ik zie mijzelf veel later. En ik heb nu wel heel veel vertraging, moet ik zeggen. Ja, nou zie ik mezelf wel weer goed.
Ik weet niet wat dat is. Mijn iPad heeft er niet helemaal zin in. Dit is de achterkant erbij. Nou, deze hele gave plaatjes. Nou, ik vind dit wel heel vervelend werken eigenlijk. Want ik zie mijzelf nu wel minstens 30 seconden later, geloof ik. Ik hoop dat dat zo even snel weer wegtrekt. Deze met de lichtbulbs en een houtstructuurtje. Deze plaatjes erbij. Nou, dit kan je allemaal uitknippen. Is dus super gaaf om in een album of op een kaart te verwerken. Je kan ook zeggen, dit is ook leuk als basis voor een kaart. Nou, maandelijks item, dat zal niet gaan lukken, denk ik. Want daar zijn we echt te druk voor. En dan wordt de stress ook te hoog. We doen gewoon wanneer wij inspiratie en tijd hebben, gaan we pakketjes maken. Maar geen maandelijks iets. Want dat, dan krijgen we te veel verplichtingen, zeg maar. Dit is ook leuk om bijvoorbeeld deze weer los uit te gaan knippen allemaal. En daar weer leuke items in te gaan doen. Ik zie hier wel heel veel mogelijkheden mee. Nou, dit is dus het pakket, de Modern Times. En dan de 30,5 bij 30,5. Er is dus nog één paperpad extra bij. Die hebben wij nu uitverkocht. Dat is een patternpad. En daarin zitten dus nog weer meer aanvullingen. Maar die kan ik dus helaas even niet laten zien. Ik hoop dat ik die heel snel weer bij kan bestellen. Nou, die gaat aan de kanten. Dit is nog een extra velletje. Die heb ik er nog bij besteld met plaatjes om uit te gaan knippen. Dat is dit aan de achterkant. Dus dat zijn de tags. Dus dan heb je extra elementjes erbij. En deze met de plaatjes, die hebben we ook extra besteld. Zodat je extra leuke platen erbij hebt. En die achterkant is ook super gaaf. Dus dat zijn twee losse vellen. De rest van de lijn hebben wij niet los te koop, alleen in paperpads. Nou, dan heeft Ciao Bella, die zijn heel erg slim, die hebben er ook een A4 paperpad bij. En dat A4 paperpad is eigenlijk min of meer een soort must-have erbij als jij albums maakt. Want daarin zitten hele toffe plaatjes weer die je erbij kan gaan gebruiken. Ook voor een planner is dit heel erg gaaf. Deze voorpagina uiteraard gebruiken. Ook de achterkant daarvan. Daarin zitten ook die leuke plaatjes. En aan de achterkant hebben ze even papier. Nou, daarvoor zou ik gewoon dus de voorkant gaan gebruiken. Deze ook, dit is toch tof. Al die elementjes erbij. Als jij moeite hebt met een album maken, is het gewoon ideaal dit soort dingen erbij, want je bent zo klaar. Dit is ook gaaf gewoon voor kaarten. Want ik heb straks ook nog een klein 15 bij 15 paperpadje. En daar kan je dit natuurlijk ook prima mee combineren. Dus deze hoeft niet alleen bij het grote album. Echt, dit is zo tof. Dit ook, als je dit al gaat gebruiken, dit kan je dus ook in een art journal gaan gebruiken. Hè? Ook gewoon met, je kan hier met structuurpasta overheen gaan. Je kan dit nog bewerken met van alles en nog wat. Nou, ik denk dat dit niet eens voor een speciaal voor een jongensalbum hoeft. Dit kan gewoon ook een stoer algemeen album worden. Het A4 paperpad kost €8,25. Nou, ik vind die Modern Times echt super gaaf. Ik ben bang dat hij ook wel de winkel uit gaat vliegen nu ik die zo laat zien. Dus ik hoop dat er voldoende voorraad is. Nou, we hebben ook nog een paperpad
op 15 bij 15 centimeter. Daarin zit 24 vel dubbelzijdig designpapier. En dit zit er allemaal twee keer in. Ja, het is wel dubbelzijdig. Nou, ik laat deze even snel zien. Want in principe zijn dit volgens mij dezelfde design. Nee, er zitten zelfs nog andere designs bij in. Oh, nou, weet je. Dan gaan we hem niet snel laten zien. Dan gaan we gewoon alles laten zien. De voorkant en de achterkant. Dan deze leuke plaatjes. Met deze achterkant. Oh. Nou, ik ben hier echt enthousiast over. Sorry, ik kan er niks aan doen. Dit is wel echt een toffe lijn. Dit is toch ook leuk. De cinema tickets. Nou, ik zie daar alweer van allerlei leuks in om die ook gewoon los uit te knippen en weer overal bij te plakken. Dit is ook gaaf. Al die kleine stukjes. Nou, dit zou je ook nog weer als extra decoratie in je album kunnen gaan doen. Het is gewoon te leuk. Oh, deze achterkant ook. Ik ben zeer enthousiast. Net gisteren een bestelling gedaan. Ja, het regent bestellingen. Er blijven maar leuke spullen bij ons binnenkomen. Het is gewoon allemaal te leuk. Ja, ik snap dat jullie hier heel hebberig van worden. Nou, deze zou ik dus inderdaad ook gewoon voor de achterkant gebruiken. Dit zijn dus de velletjes die in het paperpad zitten. Dus dit is de Modern Times. Maar dan zijn we er nog niet helemaal, want ik heb nog een lijn. Die pak ik er ook bij. Even voorzichtig doen dat niet alles gaat glijden. Nou, de volgende lijn is de Sound of Summer. De Sound of Summer ga ik even openmaken. En ik begin weer met het grote paperpad. Ja, ik snap dat je niet kunt kiezen hierin. Want het is inderdaad allemaal leuk. Nou, dit is weer het grote paperpad die €11,50 kost. Even een slokje thee. De voorkant weer die leuke plaatjes. En aan de achterkant nog zo'n stripje met die plaatjes. Dus absoluut niet weggooien, gebruiken. Dit is ook gaaf. Al die leuke stukjes om weer te gaan gebruiken. En dit zou ik dan bijvoorbeeld allemaal uit gaan knippen en als elementen in het album gaan gebruiken. En dit een, ergens op een pagina in het midden gaan verwerken. Misschien met Mixed Media er nog weer bij. Aan de achterkant een hele mooie zandstructuur. Nou, ik zou de voorkant gaan gebruiken, maar dat is maar net wat je zelf leuker vindt. Nou, deze ook. Dit is toch tof. Met aan de achterkant ook een beetje muzieknootjes erbij. Ook weer een super gaaf tafereeltje. Nou, krijgen jullie al zin om naar het strand te gaan? Ik ben zelf echt een enorme fan van alles wat met zee en water en strand te maken heeft. En ik vind deze lijn dus ook helemaal tof. En daarom ga ik hier straks ook mee beginnen. Achteraf denk ik, had ook die Modern Times kunnen doen. Maar ik ben echt een zeemens, dus daar wilde ik mee beginnen. Deze is ook gaaf. Nou, deze stukjes zou je ook nog kunnen zeggen van die knip ik los uit. En dat plak ik weer ergens ter decoratie bij. Met een hele mooie houtstructuur erbij. Nou, het matcht ook gewoon zo mooi bij elkaar. Nou, een hele mooie met leuke borders. Hier staat bijvoorbeeld bij relax, recharge en reflect.
Sometimes it's okay to do nothing. The best to relax is when you don't have time for it. Learn how to find a little peace of mind. Nou, dat vind ik een hele gave tekst. Die ga ik ook sowieso verwerken in mijn albumpje waar ik straks mee ga beginnen. Nou, die plaatjes erbij. Achterkant, een hele mooie, ja. Ik weet niet wat voor soort structuur. Maar ik zou de achterkant maar niet gaan gebruiken. Oh, woon dicht bij het strand, maar kom er zelden. Nou, ik denk dat als ik dicht bij het strand zou wonen, dat ik er echt veel te vinden zou zijn. Ja, dit is echt een heel mooi papiertje voor een vakantiealbum, een strandalbum. Je kan er gewoon vintage plaatjes in doen van strand. Net wat jij zelf leuk vindt. Vooral als het stormt veel op het strand te vinden. Ja, dat lijkt me ook gaaf. Ja, visgraat. Dit zijn allemaal leuke elementjes om weer uit te gaan knippen. Tenminste, dat zou ik doen. En deze kant ook weer superleuk. Nou, hierbij ook weer een vel met allerlei elementen wat je eruit kan knippen en bij kan gaan plakken. Dit is allemaal papier van Ciao Bella. En dit is de lijn The Sound of Summer. Deze zijn ook leuk. Net een soort kleine schilderijtjes allemaal. Kun je ook weer prima allemaal losknippen. Ja, ik heb niets met het strand. Ja, de een houdt ervan, de ander houdt er niet van. De een houdt meer van het bos. Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar ik word wel heel erg blij van zon, zee, strand en dat soort dingen. Deze pagina hebben wij nog een keer extra. Dat is die met de cards. Dus die kan je ook nog los bij gaan bestellen. Met dat structuurtje aan de achterkant. Dan hebben we nog een... Bij deze lijn hebben we die dus nog wel op voorraad. Dit is de pattern pad. En de pattern pad is ook op 30,5 bij 30,5. Die kost €8,95. En daarin zit 8 vel dubbelzijdig designpapier. En daarbij op de voorkant ook weer leuke plaatjes om uit te gaan knippen. En aan de achterkant een alfabetje waar je dus een leuke quote mee kan gaan maken. En dit papier kan je dus weer combineren met de andere papier. Dus heb jij bijvoorbeeld een heel groot album wat je moet maken. Dan kan je zeggen van nou weet je, ik kies voor beide pakketten en ik combineer ze lekker met elkaar. Deze is ook erg mooi. Dit is ook een gave. Deze ook, kijk eens, dit is ook mooi. Hele mooie klokken erbij en een super gave achtergrond weer. Deze met al die zeemeeuwen. Nou, ik vind hem super gaaf en zeker als je deze twee weer gaat combineren, echt heel mooi. Dus op die manier kan je gewoon meerdere combinaties maken. Ook deze elementen zou je los uit kunnen gaan knippen als je dat wil. Is wel wat meer werk, maar... Dit is dus het pattern pad. Dus op die manier heb je extra veel verschillende papiertjes voor in je album. Die gaat ook weer in de tas. Dan hebben we ook bij deze lijn ook een heel mooi A4 paperpad. Op de voorkant weer leuke plaatjes. Het A4 paperpad kostte €8,25. Jammer dat ze dubbel bedrukt zijn. Ja, aan de ene kant is dat jammer. Aan de andere kant, als ze aan de achterkant niks doen, betaal je net zoveel. Tenminste, dat is bij de meeste merken zo. En nu kan je nog gaan kiezen van welke kant je wilt.
Dus qua wat het kost ben je minder kwijt. Alleen ja, het is zelf keuzestress van welke kant moet je gaan gebruiken. Nou, deze plaatjes zijn dus weer super gaaf. Oh, leuk. Nou, deze had ik ook nog niet gezien. Deze blijft sowieso bij mij thuis, want die ga ik verwerken in het albumpje waar ik straks mee ga beginnen. Want dit zijn wel hele leuke elementen erbij. Oh, ik zie Monique Vrijbloed, die heeft al snel besteld. Ja, misschien is dat inderdaad verstandig, maar ik zal... Nee, ik wou zeggen vandaag bijbestellen gaat niet lukken. Vandaag is een hele pittige dag voor mij. Ik ga denk ik morgen gelijk kijken of ze alweer voorraad hebben. Nou, hele gave dingen. Oh, deze is ook mooi. Maar ja, deze kant is ook weer mooi. Dus ja, ook hierin keuzestress van welke moet je gaan pakken. Nou, deze leg ik even apart. Nou, ik zie dat alweer een half uur voorbij is. Dat gaat heel snel. Dus ik ga nog even snel dit peperpetje laten zien. En dan gaan we ook nog even een half uurtje knutselen. Nou, deze zit wel heel erg strak. Nou, dat betekent dus dat ik deze ook gewoon moet houden. Dat moet gewoon zo zijn, want ik krijg hem niet open. Dus ik weet niet of mama nog kijkt, maar helaas mama, ook deze kan niet terug. Deze zijn 5,95 en daarin zit dus 24 vel. En ik ga net als bij die andere ook deze even weer helemaal laten zien. Dus alles is dubbelzijdig. Ik vind hem echt leuk. Ja, je kan inderdaad twee van alles bestellen. Dat is gewoon ja, een beetje je eigen keuze. Of dat je zegt van ja, ik ga toch kiezen en ik kies ook voor wat anders. Nou, ik zie al, mama reageert al, maak er maar wat moois mee. Nou, dat zal wel minimaal na volgende week komen, want deze week gaat me dat absoluut verder niet meer lukken. Maar ik kijk er wel naar uit. Binnenkort heb ik een weekje vakantie en dan hoop ik een aantal creaties te kunnen gaan maken. Kijk, dit is toch gaaf. Ja, ik word hier zo blij van die zeethema's. Ik vind dat zo geweldig mooi. Nou, aangezien mama zei van houden, en sowieso moet dat, ga ik zo meteen nog een klein beetje switchen in mijn albumpje waar ik mee bezig was. Want dan gaat er toch iets anders in gebeuren. Oh, deze kaartjes zijn ook leuk. Dit is ook mooi. Nou, ik ben er helemaal enthousiast over. Nou, dit is dus het 15x15 peperpetje. En dan heb ik ook alles laten zien. Nou, ik had gezegd, we gaan ook nog even knutselen. Dus dat gaan we doen. Maar ik ga eerst mijn laatste thee even opdrinken. Nou, je bent in de groep van Hobby Vision. Dus je kan dit allemaal bestellen op www.hobbyvision.nl. En ik heb weer een artikelgroep aangemaakt voor Facebook Live van vandaag. En daar kan je alles vinden. En ben je nog benieuwd naar wat we nog meer hebben van het merk Ciao Bella? We hebben nog veel meer, dus kijk ook eens bij het merk zelf. Daar staan nog veel meer leuke dingen. Nou, wat ga ik doen? We hebben van Dutch Doobadoo een nieuwe mal. En die is om albums te maken. En het artikelnummer is 470 713 799. En dat is een malletje om een album mee te gaan maken. Nou, dit is een heel makkelijk malletje.
Maar je moet even weten hoe dat werkt. Nou, het is eigenlijk kind kan de was doen. Je gaat deze natekenen. Ik pak even deze erbij. Ik heb al een klein beetje voorwerk gedaan, want anders red ik het natuurlijk niet. Ik heb wit Florence cardstock gebruikt, want ik vind wit eigenlijk wel heel mooi hierbij. Had ook met kraft gekund en dan bijvoorbeeld met distress inkt gaan werken, is ook superleuk. Nou, wat je doet is gewoon een velletje papier nemen. Die leg je op je magneetmat. En je legt je velletjes erop. Nou, ze passen in principe alle twee gewoon uit één vel. Dus uit één vel 30,5 bij 30,5 papier kan je dus je hele albumpje gaan maken. Je tekent de buitenste lijnen na. Ik ga dat nu niet doen, want anders dan verspil ik eigenlijk tijd terwijl ik dat al heb gedaan. De buitenste lijnen teken je na. Hier in het midden teken je de rillijnen. Dus deze hier, die middelste lijn. En deze middelste lijn is een rillijn. En dat geldt bij die onderste ook zo. Dan ga je het uitknippen. Het hartje kun je uit gaan snijden. En wat je dan krijgt. Dit leg ik aan de kanten. Hebben we nu eventjes niet nodig. Wat je dan krijgt is de basis voor een boekje. Ik ga dit er wel even uithalen, want ik ben bang dat ik toch ook een andere combinatie ga doen. Nu ik andere papiertjes heb gezien. Wat je dan krijgt is dus deze albums, of deze papieren zeg maar. Je gaat hem in model vouwen. En je kan deze hier precies in het midden op elkaar leggen. Nou, dat hartje, dat moet ik er nog even uitsnijden. Als ik mijn mesje kan vinden. Zover was ik nog niet gekomen. Dus ik ga nu gewoon even gezellig aan de knutsel. We gaan een beginnetje hiermee maken. Nou, voor de sluiting van dat album, je kan ze gewoon in elkaar gaan plakken. Maar je kan ook zeggen, ik neem bijvoorbeeld een leuke stans van Crafty Motions. Ik zal zo even kijken of ik hem kan vinden voor jullie. Want volgens mij, als ik een klein beetje rek- en strekwerk ga doen, zou ik hem kunnen laten zien. Maar dan moet ik eventjes eerst deze af hebben. Even voorzichtig snijden, want ik wil dat hartje wel netjes hebben. Zo. Hartje eruit hebben we een leuke opening. Ik ga heel even kijken of ik mijn malletje kan vinden. En dat is namelijk heel erg leuk. Zo, dat was gelijk even een goede oefening voor mij. Dat handige mesje, dat is een vingermesje, vingersnijmesje. Ik zal hem wel even bij in de lijst nog zetten, want hij is echt ideaal. Nou, deze zou je ook nog kunnen gaan gebruiken. Dat is een stansmal van Crafty Motions. Artikelnummer is 11-56-33-0709. Hij zit nog heel strak in de verpakking, dus dat betekent dat ik hem nog niet gebruikt heb. De hele verpakking wilde niet af. Dan maar zo. Je kan ook zeggen, ik ga deze erbij gebruiken. En die kan je dus precies in het midden leggen. Even vastplakken door je stansmachine. En je hebt die hele leuke gaatjes in de rand zitten.
En dan kan je er dus een leuk lintje doorheen gaan rijgen. De hoogte van de mal is, dacht ik, 15 centimeter. Ja, dit kan met een klein paperpad van 15 bij 15. Alleen deze laatste pagina gaat niet lukken, want die is dus groter. Dan zou je ook kunnen zeggen van, ik werk met twee verschillende designvelletjes. Dus dat je een gedeelte uit dit stuk pakt en hier weer een strook overheen gaat plakken. Dus dat zou wel kunnen. Nou, je kan ook zeggen van, ik heb geen zin in rondjes. Ik ga er een leuk rechthoekje, zeg maar, of die kleintjes erin doen. Dus daar kan je nog even zelf mee gaan spelen. Ik ga dat niet doen. Ik ga deze keer kiezen om ze gewoon strak in elkaar vast te plakken. En dan ga ik hier bovenaan zo'n leuk hangertje doen. En dan komen er wat bedeltjes aan. Maar ik ben bang dat ik dat niet allemaal ga redden in de live. Ik ga gewoon beginnen van vooraf aan. En ik ga beginnen met een beetje het opplakken. Ik moet daarvoor nog wel aan de slag met mijn peperdistresser en met mijn gesso. Ik kan er niks aan doen, maar dat hoort er gewoon bij met het knutselen. Jullie moeten dat thuis doen, ik moet dat thuis doen. En ik kon het niet eerder voorbereiden, dus we gaan er gewoon een gezellige knutselmiddag van maken. En ik kan dit ook wel altijd voor gaan bereiden, maar dan zien jullie ook nooit hoe dat gaat. Even kijken, ik vind het wel leuk, denk ik, om daar nog een ander designtje bij achter te plakken. Ik wil even een beetje scheuren en schuiven en dat soort dingen. Even een beetje weer eigen maken. En dan komt er, als de decoratie erop gaat, maar dat gaat een beetje op het einde, ga ik er ook nog wat gaaf visnet bij doen. Dat had ik ook al bedacht. Ik zag net namelijk hierin ook zo'n leuk papiertje. Of misschien dat er één met zand nog in zit. Ik denk dat dit wel leuk is om op de voorkant erbij te doen. En dan ga ik gewoon even een stukje van het hoekje afscheuren. Hier mag ook ietsjes meer gesso op. Lekker een beetje mee knoeien. Even kijken hoe dat uitpakt. Ik vind dat wel leuk, dat strandkleurtje erbij. Nou, ik doe daar vaak niet zo moeilijk over. Ik knip dat een beetje in de vorm waar ik zo ongeveer nodig ben. Ook hierbij even het randje weer distressen. Heb je die ook in de webwinkel, het visnet? Het visnet is momenteel even uitverkocht, maar we hebben wel andere soorten visnet. Dus je zou ook eventueel een ander soort erachter kunnen plakken, erbij kunnen plakken. Daar heb ik geen. Nou, Siri die dacht alweer mee, die had geen antwoord voor jullie, helaas. Af en toe denkt Siri iets te veel. Ik ga dat eens even uitschakelen, want ik vind dat zo irritant. Kijk, zie je, dat is toch leuk? En zo heb je alweer een compleet andere voorkant dan wat je net had. Ik weet nog niet helemaal hoe ik de sluiting wil gaan doen. Ik denk dat ik hem deze keer zonder lintje ga doen. Dus ik ga dit gewoon opplakken. Ja, Siri is een grote bemoeial. Dat klopt.
Ja, eigenlijk moet ik dat niet te vaak zeggen, want stel je voor als hij me elke keer hoort praten, dan begint hij elke keer weer opnieuw aan te slingeren. Dan moet ik hem elke keer wegklikken. Dat is niet de bedoeling. Die mal van kraftmallen kan ik niet vinden. Ik denk dat je die mal van Craft Emotions bedoelt, maar die zal ik nog eventjes gaan linken. Maar dat moet ik dan na de uitzending even doen. Het artikelnummer was 115533/0709. Ik weet ook niet hoeveel voorraad daar nog van is, want dat bedenk ik me net ter plekke. Maar ik moet straks nog de bestelling eruit gooien. Dus dan kijk ik even of we er voldoende hebben. En anders bestel ik er wat bij. Dan komen ze morgen alweer binnen. Mits ze op voorraad zijn bij de groothandel. Nou, aan de achterkant wilde ik deze gaan maken. En dan komt deze pagina daar vast tegenaan. Daar had ik deze leuke houtstructuur voor bedacht. Maar nou vind ik het eigenlijk een beetje, ja, storend in elkaar overlopen. Dus ook hier wilde ik nog een extra border bij gaan maken. En ik zat te denken om daarvoor met het ribbelkarton te gaan werken. En dat ga ik ook doen. En dat zorg ik dat gelijk op dat stuk komt. En dat ribbelkarton wordt dan 3,5 centimeter. Nou, jullie zien wel, ik bedenk het gewoon te plekken. Dus zo gaan hier de knutselmiddagen. Even kijken. Deze is 14,5. Ik ga eerst even op 14,5 snijden. En dan nog 3,5 had ik gezegd. Kijk, dat is toch ideaal, want zo snij je alleen maar die kleine stukjes eruit en kan je de rest van je papier nog gewoon blijven gebruiken. Dus ik snij hem dan eerst op, dat is heel handig met deze snijmachines. Ik snij hem dan eerst, leg ik hem op 14,5 centimeter en dan let ik hier bovenaan dat ik mijn mesje met dat puntje dus maar tot de 3,5 centimeter doe. Daarna draai ik mijn papier om en dan leg ik hem dus op die 3,5 en dan kan je hem weer af gaan snijden. Dus op die manier kan je heel zuinig gaan snijden met je papiersnijder. Die gaat daar op komen. Dan komt daar later nog weer een strookje designpapier op. Maar die ga ik weer als een soort pocket opplakken. Want dan kunnen we kleine labeltjes bij achter. Nou, dit project zal helaas wel even een tijdje in de ijskast moeten, meen ik. Want deze week ga ik sowieso niet redden om hiermee verder te gaan. Want deze week is voor mij gewoon druk. En de tijd wat ik heb, moet ik eigenlijk besteden aan het maken van voorbeelden van mijn eigen collectie voor de online demodag van aanstaande zaterdag. Dus heb je het nog niet gehoord, gelezen, gezien, genoteerd? Aanstaande zaterdag is er in onze Mindful groep. Dus niet in deze groep. Dan is er in deze groep helemaal geen live. In de Mindful groep is dan een online demodag. En is er 's morgens om 10:30 een demo door mij. Dan ga ik een kaart maken met rijstpepers. En dan ga ik ook de hele collectie even aan jullie laten zien. Om 3:30 is Rihanna van Harender. En die gaat een leuke art journal pagina maken. Een vintage stijl. En dan gaat zij daarbij de rice papers en de nieuwe bloemenstempels gebruiken. En 's avonds om 8:30 is Jeanette Blauw live.
En die gaat workshoppen met de nieuwe Ticketmal. En daar heeft ze een hele leuke, ja, uitgebreide luxe kaart CQ mini albumpje van gemaakt. Dus dat wordt ook weer super leuk. Heb je het album, dat kan, of de mal al, daar kan je heel misschien wel al live meedoen. Dat zou ik nog even moeten vragen. Maar misschien zou dat kunnen. Nou, er zijn ook allemaal leuke giveaways. Dus bij elke uitzending gaan we iets weggeven. Dus ben je nog geen lid, meld je snel aan. Want komende tijd gaan we daar ook in die groep druk bezig. Ik zal daar meer met de promotie moeten gaan doen. Dus jullie zullen daar meer van gaan zien komen. Oh, eerst deze even opplakken. Ik vind dit papier wel echt heel mooi, moet ik zeggen. Maar ja, welk papier is er tegenwoordig niet mooi, hè? Eigenlijk is alles leuk. Dat geeft ons wel echt keuzestress. Nou, ik doe dit nu dus met witte gesso. Maar ik weet zeker dat deze lijn, als je hem hebt, dat hij ook bijvoorbeeld als je hem op kraftkaartstok gaat doen en je gaat hem met distress ink doen, dat hij ook super leuk is. Dat is de Janine's Mindful Art Inspiration Group. Ik had al wel een bericht in onze Facebookgroep gezet, een link gedeeld, dat je daar lid kon worden. Ik zal straks de link nog een keer gaan delen, als de live is afgelopen. Dus daar kan je gewoon een gratis lid worden. Nou, ik doe dit met het 1,8 mm score tape. Score tape is voor mij gewoon een must-have geworden. Ik doe eigenlijk niks meer met die rode tape. Ik vind die zo irritant al dat... hoe heet het zo gauw? Dat statische. Kijk, hier straks wat leuke labels achter. Dat is toch gewoon gaaf. Dan komt deze pagina aan de andere kant. Nou, hier ga ik nog even niet te veel op plakken, want ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval die basis opplakken. Dat is één ding wat zeker is. Maar ik zit te denken van, ga ik daar een stukje afscheuren of ga ik daar wat designpapier nog opplakken? En ik denk dat ik bij deze straks gewoon iets ga opplakken. Want we kunnen natuurlijk ook nog allerlei pockets en labels erop gaan plakken. Dus ik moet niet de designs al te druk gaan maken. Het werken in de uit dat witte potje, nou dat is witte gesso. Witte gesso is gewoon een primer wat veel gebruikt wordt bij art journal pagina's, mixed media's en dat soort dingen. Ik gebruik het altijd langs de randjes. Even kijken, iets gemist. Nou, ik weet niet wat je gemist hebt, Kitty. Dat durf ik niet te zeggen. Kun je trouwens aanstaande zaterdag niet live meekijken. De uitzending komen daarna sowieso op mijn eigen Janine Siemerink YouTube kanaal. Want ik heb ook een eigen YouTube kanaal speciaal voor de Mindful collectie, zeg maar. En wellicht zet hem ook wel op ons Hobby Vision kanaal. Maar die live van aanstaande zaterdag, die is bedoeld voor alle hobbywinkels. Omdat ik geen demo's kan geven in hobbywinkels, doe ik het gewoon online. En zo kunnen alle hobbywinkels mee profiteren van de voorbeelden die wij gemaakt hebben. Dus dat is mijn intentie achter de demodag daar. Dus dan zijn er ook geen acties vanuit Hobby Vision, zeg maar, dat we echt helemaal een actiedag hebben zoals normaal. Het is gewoon een demodag wat voor alle winkels geschikt is.
Nou, deze pagina, ik heb ze dus gewoon uit het grote paperpad. En ik kijk dan een beetje als ik... ik zal er wel even eentje bij pakken. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld een gedeelte van zo'n paperpad of zo'n pagina. En dan kijk ik gewoon van, nou, welk stuk wil ik graag hebben? Je kan door deze malletjes heen kijken. En dan schuif ik een beetje met mijn malletje en dan kijk ik van, nou, dat gedeelte wil ik hebben. En dat plak ik dan op. Want ik heb bijvoorbeeld dit gedeelte op de voorkant gedaan. Nou, die andere strookjes blijven over. Dat plak ik TZT wel een keer weer ergens anders op. Dus ik ga gewoon een beetje spieken van waar wil ik wat hebben. Heb je al lang een eigen lijn? Ik heb sinds vorig jaar oktober heb ik eigen lijnen. En er zijn nu 2 grote lijnen uitgekomen en 2 tussencollecties. Dus in totaal eigenlijk al 4 collecties. En daar ben ik ook echt super trots op. Het is elke keer nog weer, ja, echt bizar dat het gewoon in de winkels ligt. En het is gewoon een feestje. Gewoon echt een zegen dat ik dat mag doen. En ik ben daar ook gewoon super dankbaar voor. Nou, deze ga ik ook opplakken. En waar ik deze maand ook heel erg blij mee ben, is de Nederlandse tekststickers die er weer zijn. Nou, ze vliegen ook de winkel uit. En ik hoop dat ze bij andere winkels ook goed hebben ingeslagen, want ze gaan altijd echt heel hard. Er zitten gewoon weer mooie pakkende teksten in. Die zal ik zaterdag allemaal eventjes laten zien. Dus dat komt allemaal. Dan de volgende pagina met een hartje. Nou, je ziet wel, als je deze dus straks in het midden vast gaat plakken, je kunt al gelijk zien welke pagina's recht op elkaar overlopen. Dus zorg ervoor dat dat een beetje één mooi geheel gaat worden. Dan deze kant. Hier zit in het midden wel een strookje. Daar komt dus, ja, of je die mal, zeg maar, om die gaatjes te maken. Of je gaat gewoon dit gedeelte natekenen en dan heb je een leuk mat laagje wat je erop kan doen. Dus daar ga ik zelf, denk ik, straks het ribbelkarton in het midden doen. Nou, deze met het hartje, die vind ik wel erg leuk om die weer in een rustige houtstructuur. Want dan kan ik daar straks weer wat designpapier achter gaan plakken. En dan een van die leuke tags of van die vintage plaatjes erbij. Of vintage plaatjes, zijn geen vintage plaatjes, maar iets uit het A4 paperpadje. Nou, even snel met de gesso. Ja, ik ben daar gewoon heel consequent in. Ik vind dat leuk en je moet gewoon doen wat bij jezelf past. Oh, ik bedenk me dat het ook wel heel erg leuk is om natuurlijk weer een stukje van dat ribbelkarton hier ook op te gaan doen. Maar dat zal bij de afwerking gaan komen, want time flies. Ik ga nog eventjes door. Maar ik kan niet al te lang meer doorgaan. En ik denk dat straks ook een aantal al wel weer moeten gaan beginnen met eten koken. Daar moet ik zelf ook even rekening mee houden. Op de dinsdagavond heb ik altijd een online cursus. Dus dan moet ik even op tijd eten. En nog eventjes rusten voor die tijd. En ik moet nog even Craft Emotions bestellen. Dus druk, druk, druk. Zo druk als een klein baasje zonder werk, zeggen ze hier dan altijd. Nou ja, gelukkig zit ik niet zonder werk. Absoluut niet. Dit is toch ook leuk. Kijk, zo heb je dat open hartje. En zo zie je al helemaal een leuk geheel worden in je album. Het wordt echt al leuk.
deze kant had ik gekozen voor dit houtstructuurtje. En deze. Oh, oeps. Nou heeft mijn vader een probleem. Die komt namelijk de boodschappen brengen en ik heb mijn deur nog op slot zitten. Nou ja, dan moet hij de boodschappen maar voor de deur neerzetten. Ik kan er niks aan doen. Ik kan niet zo snel naar beneden gaan. Misschien dat, ik hoop dat mama nog meekijkt. Als mama misschien even naar mijn vader wil bellen, dat hij de boodschappen maar aan de deur moet hangen. Ah, dat was niet slim nagedacht. Ja, dan is het soms handig als je mams ook thuis is en meekijkt met de live. Tenminste, dat deze net. Dus ik hoop dat ze er nog steeds is. Blij dat mijn man kookt, kan ik de tijd aan de hobby besteden. Ja, helaas, als je alleen bent, dan zul je ook alleen moeten koken. Want anders komt er niks op tafel en ik kan het niet missen, eerlijk gezegd. Ik wil wel graag blijven eten. Nou, ik zie al, mama belt al, dus opgelost, top. Is dat ook een mal van het hartje? Ja, die mal die zit, dat zit bij op deze mal, zeg maar. Kijk, je hebt de basis en dan heb je deze erbij. En die heb je alle twee nodig. En die passen dus in elkaar en dan ga je dat leuke boekje maken. Nee, ik kan het zeker niet missen, Sylvia. Ik ben echt dringend op zoek naar wat extra kilo's, maar... Het is heel moeilijk voor mij. Ik ben al bezig met extra shakes. Dus ik hoop dat er binnenkort weer wat meer bij is. Maar ik ben er al jaren mee bezig. En dat heeft gewoon met mijn slechte darmen en slechte gezondheid te maken. Dus soms kun je er niks aan doen. En ietsjes te veel willen, dat is ook een dingetje. En dat vreet soms aan je. Maar ja, goed. Het zij zo. Nou, ik zie al allemaal heerlijke gerechten voorbij komen. Nou, ik ga straks even lekker van alles in de wokpan gooien. Dat is voor mij het makkelijkst. Want ik kan er natuurlijk ook niet te veel tijd aan besteden. Want die tijd heb ik weer niet om te staan en alles. Dus... Ik kies wel vaak voor makkelijk, maar wel voor lekker en gezond en voedzaam. Dat is voor mij het belangrijkste. Nou, jullie kunnen wel wat kilo's missen. Ja, weet je, zo hebben we allemaal wel wat. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, voor mij mag er echt niet meer af. Want het wordt wel echt een heel groot drama. Maar ja, goed, je hebt het niet altijd zelf in de hand, hè? Jammer genoeg. Ik zat te denken om bij deze toch nog weer een stukje er uit te laten scheuren. Of af te scheuren. Of hoe of wat. Ik vind het wel leuk om dat blauwe van deze kant ook aan deze kant weer terug te laten komen. Of we kunnen ook... Even kijken. Ik denk dat dat wel leuk is om deze dus gewoon erop te gaan plakken. Ja, klopt inderdaad, Marieke Dijkman. Kilo's te weinig. Ook dat is echt lastig. Mensen snappen dat inderdaad niet. Ze hebben allemaal een vooroordeel klaar. Maar dat is niet alleen bij te weinig. Dat is ook te veel... Mensen oordelen veel te snel. Het heeft niet altijd te maken met te veel of te weinig eten. Er zijn ook gewoon andere klachten. We moeten niet oordelen over een ander. We weten niet wat er achter de deuren bij een ander gebeurt. Ik denk dat ik...
deze. Alhoewel. Nee, ga ik niet doen. Ofwel. Twijfelgeval. Die plak ik nog even niet op. Ik ga wel deze opplakken. Want ik bedenk mij al iets anders. En dat wil ik jullie wel eventjes laten zien. En eerst dit even opplakken. Ik vind het trouwens wel gezellig dat jullie nog met zo'n grote groep erbij zijn. Hartstikke leuk. Nou, als alles mee zit, ben ik er volgende week wel live vanuit de winkel. Want vanmorgen heeft Jeanette eventjes voor mij getest. En in principe zou de live daar wel moeten doen. Alleen moet ik dan even kijken hoe en wat. Want dan kan ik niet echt knutselen. Of ik moet wat knutselspulletjes meenemen. Maar de vorige keer dat ik ging testen, toen deed de live niet. En vanmorgen heeft Jeanette even voor mij getest. En wellicht was het gewoon een storing van Facebook. Dus dan gaan we dan vanuit daar nieuwe spulletjes laten zien. De achterkant moet ik nog even knippen. Heb ik nog niet gedaan. Ja, die verticale baan erop is wel leuk. Maar er kwamen hele leuke malletjes van Crealis bij ons binnen. En daarbij zat een hele leuke. Dat is de CLCZ301. Dat is voor een pop-up panel kaart of een waterval slidekaart. Dus je kan hier twee soorten mee maken. Ik moet nog de filmpjes bekijken hoe dat gaat. Maar ik kan heel slecht, of ik vind watervalkaarten of watervalsystemen super gaaf. Maar ik ben heel slecht in die maken. Geen idee waarom, maar op de een of andere manier lukt me dat niet zo makkelijk. En dat wil ik dus met dit malletje gaan proberen. En die zou hier wel exact op moeten passen. Nee, vanavond is er geen live. Op de dinsdagavond hebben wij geen live. En dat hebben wij bewust gedaan, want op de dinsdagavond zijn ze in de groep van Studio Light live. En aangezien wij heel veel met Studio Light samenwerken, hebben wij besloten om die lives niet samen te gaan lopen. Omdat wij vinden dat jullie ook die lives eigenlijk moeten kijken. Dus vanavond naar de groep van Studio Light gaan en dan kun je daar gezellig aan live meekijken. Nee, is niet moeilijk een waterval, maar dat zit in mijn hoofd, Sylvia. Dat is dus gewoon zo'n aanstelding. Ik moet daar gewoon mee beginnen en dan gewoon doen. Maar ik ga deze waterval ga ik hier dus op doen. Dus dan vind ik het denk ik niet leuk om dit strookje hierachter te gaan doen. Kan wel alsnog. Maar dan moet ik even bekijken hoe dat watervalsysteempje uit gaat komen. Dus dit is echt. Ik denk dat ik dat watervalmalletje eventjes nog weer een keer in een aparte korte live laat zien. Zodat jullie dan ook gelijk meekijken hoe die basis gaat. Nou, als ik zo op de camera terugkijk, vind ik dat strookje erbij wel leuk, moet ik zeggen. Keuzestress. Nou, ik leg het er gewoon bij tussen en dan zie ik nog wel. Die gaat er in ieder geval bij komen. Het nummer werd omgevraagd. Dat is de CLCZ301. Die zal ik er ook even bij gaan zetten in de groep. Dan was er, die wil ik jullie gelijk even laten zien. Ook nog een hele leuke box in een kaart. Dat is de CLCZ25. En dan kan je een hele leuke box met een twist maken. En die kan je dus bovenaan in een kaart zetten. Ook super leuk. Nou, hoe plak je dat album vast? Dat is niet zo moeilijk. Want dat gedeelte wil ik ook nog even aan jullie laten zien. In het midden
plak je wat scotchtape of andere tape of lijm of net wat jij zelf hebt. In ieder geval iets wat gewoon lekker stevig vast zit. Ja, dat strookje is denk ik wel leuk. Of misschien dat ik er nog een ander strookje achter doe. Ik moet nog even kijken. Dit is een album. Ik vind hem nu al super tof. En dit wordt een album waar ik gewoon even heel rustig aan wil werken. En ook geen stress van het moet dan en dan af zijn. Dit wordt echt een Janine album met veel tierlantijntjes erop, denk ik. Want het zeethema vind ik gewoon echt super gaaf. Deze plak je dus in de rug helemaal vast. En dan kan je dus zeggen van ik ga hier die mal van Crafty Motions in gebruiken. Of je gaat net als mij hier bovenaan even een gaatje maken. Nou, ik moet hier straks even mee stoeien, want ik heb hem niet helemaal recht. Ja, kom dat ik wit op wit en dat zie ik nu met de camera even wat moeilijker. Ga ik zo eventjes rechtleggen, want anders dan zit ik zo met mijn snuffert in de camera. Ik ga hier nog een gaatje in maken. Dan ga ik dit leuke hangertje eraan maken met wat bedeltjes. Maar ook hier komt nog even een strookje designpapier. En zodra ik deze eraan heb gemaakt, ga ik ook aan de binnenkant nog een leuk strookje designpapier doen. Nou, ik heb hem helemaal in een zeethema. En ik wil jullie nog een klein beetje vertellen voor de decoratie wat ik erbij ga doen, zodat jullie wat ideetjes er ook bij hebben. Ik heb dus al gezegd, we hebben een heel erg leuk visnet wat je erbij kan gaan doen. Wil ik een stukje van op de voorkant gaan doen, wat zeemeeuwen erbij. Gewoon met stansjes. Dan heb ik zelf nog hele leuke zeesterretjes. Hebben we helaas niet in de winkel. Maar kijk gewoon zelf even wat jij ook in huis hebt. Ik heb nog hele toffe bedels ergens verzameld. Die komen er ook binnen. Het papier wat ik heb gebruikt is de Sound of Summer van Ciao Bella. Ik heb nog wat hele kleine schelpjes. Ga ik er ook bij verwerken. En mocht je nou willen werken met stansmalletjes en dat soort dingen. Afgelopen maand. Ja, nu laat ik toch nog even meer zien dan de bedoeling was. Maar dan kunnen jullie ook doorwerken met de afwerking. Marianne Design heeft ook hele gave producten uitgebracht. Die dus allemaal met het strand- en zeethema te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de duinen. Nou, dit is hartstikke leuk om ergens in je album te gaan verwerken. Die schelpjes zou je kunnen stempelen en uit kunnen knippen. Ook leuk om erbij te verwerken. Deze ga ik er sowieso bij verwerken. Is leuk achter het watervalsysteempje. Dat zijn van die open rondjes. Nou, de hele leuke strandhuisjes. Dan hebben we nog een stempel met koraal. Nou, dat stempeltje kan je dus ook weer op je designpapier nog gaan doen als je dat leuk vindt. Dus je kan je designpapier ook nog weer gaan bestempelen. Dus je maakt het gewoon helemaal naar je eigen idee. Deze is ook heel erg leuk. Dat is een verrekijker. En daar kan je dus een shaker rondje in gaan doen. En daar kan je er ook nog een shaker kaart van maken. Nou, die shaker kaart zou je dus op deze nog kunnen gaan verwerken. Omdat je hier in het midden toch die ruimte over hebt. Misschien dat ik die aan deze kant wel ga doen. Oh, dat is wel heel tof. Want dan mag hier best wel iets overheen. Ik denk dat die hierin gaat komen. En daar kan je dus ook nog een shaker elementje in gaan doen. Deze vuurtoren zou je ook nog los kunnen knippen. Dit is een mal die blijft dus aan je papier zitten. Want hier zit geen... dit is zo'n no-end border.
En dan kan je dus deze ergens aan een rand doen. Maar je kan ook zeggen van, nou weet je, ik wil die vuurtoren in mijn album verwerken. Ik knip hem gewoon netjes uit. En een hele leuke met zandduinen. En wil jij nog extra papier erbij hebben? Er is nu ook een heel tof paperpad op A4 formaat. En die is dus dubbelzijdig. En daar zit heel gaaf houtstructuur in. Daar zitten steentjes in. Dus dat zijn echt basic velletjes. Ik vind ze echt super gaaf. Dus dit kan je bij elke lijn weer goed erbij gebruiken. Kijk, dat blauwe kleurtje, dat past er ook weer heel goed bij. Dus dit is een algemeen blok. En ik vind het, ja, super leuk. Nou, dat had ik nog even er snel bij verzameld. Zodat jullie ook kunnen zien van, nou, hoe combineer je nou lijnen met elkaar? Door gewoon ook producten met elkaar te gaan, merken met elkaar te gaan combineren. Dus kijk niet alleen naar één merk. Kijk gewoon wat je zelf leuk vindt. Nou, deze zien jullie TZT vanzelf een keer voorbij komen. Dit is een project wat gewoon voor mij een aantal uren in gaat zitten. Omdat ik die gewoon echt leuk uitgebreid wil gaan maken. Dus het komt vanzelf. Maar zo hebben jullie een idee hoe je dus met dit album kunt gaan werken. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor een gezellige live. Leuk dat jullie er weer bij waren. En morgenavond is Rihanna weer live. Dus dan kunnen jullie weer gezellig met ons meekijken. Eet smakelijk voor straks. Een fijne avond alvast. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!